Wanneer je op deze pagina terechtkomt, handelsgids.b/slash kortingsbon, zie je bovenaan in de blauwe kader alle info over het systeem. Daaronder vind je alle kortingsbonnen en cadeaubonnen terug die momenteel online staan. Ze zijn standaard gesorteerd volgens gemeente. Als je wil kan je deze verder uitsplitsen door te klikken op bijvoorbeeld diensten en dan zie je alleen maar de bonnen die iets daarmee te maken hebben. Raadpleeg regelmatig opnieuw deze pagina, aangezien we maandelijks nieuwe bonnen toevoegen. In de gele kaders kan je momenteel zien dat er nul credits gekoppeld zijn en ook nog nul bonnen gedownload. Hoe kunnen we hier credits aan doen? Door de unieke code te gebruiken die je in de mail hebt ontvangen. Klik hier op de rode link om je unieke code in te geven. Dat kan je doen door dus deze te kopiëren of te plakken uit de mail of door deze over te typen. En vervolgens klik je op valideer je code. Dan zie je dat onze code is omgezet en in dit geval zijn er drie credits uitgekomen. Om die credits te koppelen, moeten we een account aanmaken. We geven hier ons e-mailadres in. Vervolgens je voornaam en je achternaam. En ook de gemeente waarin je woont. Dan klikken we op valideren. En als het allemaal goed gegaan is, dan krijg je zo meteen een melding dat er een account is aangemaakt en dat de drie credits hieraan gekoppeld zijn. Je ziet dat ook hier rechtsbovenaan, drie credits, en op dit moment zijn er nog nul bonnen gedownload. Nu kunnen we eender welke bon gaan downloaden. Stel dat ik bijvoorbeeld de cadeaubon hier wil van 15 euro, ga ik gewoon op klikken op ik verdien deze bon, en dan gaat er een kader geopend worden, waardoor je de bon dan direct kan afdrukken. Of je kan ook hier rechtsbovenaan, die staat momenteel nog op nul bonnen, maar wanneer je de pagina gaat vernieuwen, dan ga je zien dat er één credit af is, en dat er hier een credit of een bon gedownload kan worden. Dus we klikken hierop. En dit is de bon die ik momenteel gekozen had. Wanneer je klikt op download bon, dan kan je deze rechtstreeks afdrukken op de printer. De bonnen zijn voorzien van een unieke code. Dus je kan die ook maar één keer gebruiken bij een handelaar. En op die manier kan je dus de unieke code die je via mail hebt ontvangen, omzetten in credits. En gebruik maken van het kortingsbon- en cadeaubonnen systeem. Dat we hier bij Handelsgids hebben gemaakt voor de lokale handelaars.